Nou, dat ziet er lekker uit. Ja, nou, het heeft me €64 gekost om hier te komen met de taxi. En het regent ook nog. Het regent en we zijn in Nieuw-Beierland. En hier is de perspresentatie. Want Rotterdam wil namelijk de grootste worden op het gebied van biobrandstof. Iedereen moet eraan. Want hun motto is: biobrandstof is goed voor het milieu en voor de economie. Maar daar twijfelen heel veel mensen aan. Kijk, dit is leuk. Ik weet niet of het bij het ontvangst hoort, maar het is een ijskoker. Hallo dames, waar moeten we heen? Links vind je de Eco Village. Van de blubber. Even kijken, dit wordt de vieze bedoeling. Oh shit. Oh god, zie. Dit is het Eco Village van de RCI. En kunnen de mensen hier op de Eco Village een stukje lopen en zien ze alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Ecomotive en alles wat met ecologisch rijden te maken heeft. We waren geloof ik net het AD de enige pers. Ik ga hier even schuilen. Dag meneer. Dag mevrouw. Wie bent u? Ik ben Karel Vuil van ARM Autoleasing. En nu draait het vandaag om de biobrandstoffen. Dat klopt. Daar zijn jullie ook voor? Daar zijn wij zeker voor. Er komt een tekort aan olie. We moeten wat doen aan de veranderende klimaatveranderingen. En daarom moeten we ervoor zorgen dat we dus overschakelen op een andere als fossiele brandstoffen. En wat dan? Welke? Bijvoorbeeld bioethanol. Is CO2-vrij. Dus de CO2 die de auto uitstoot, heeft de planten waar het van gemaakt wordt eerst opgenomen. En daardoor rijdt die CO2-neutraal. Als milieutechnoloog kijk naar het hele levenscyclusproces, zeg maar, de levenscyclusanalyse. En daaruit blijkt ook uit Duitse onderzoeken, die voorheen is in Duitsland altijd het hele biodieselverhaal heel erg gepromoot. Er is heel veel subsidie opgegeven. En die hebben ze een aantal maanden geleden hebben ze dat teruggetrokken. En dat is omdat er uit onderzoeken blijkt dat er toch meer uitstoot vrijkomt bij dat soort brandstoffen dan bij de alternatieve diesels. De gewone, normale, conventionele diesel. Ja, die planten moeten toch ook gemaakt worden? Ja, absoluut, die planten worden verbouwd. Dat is op dit moment ook wat je ziet, de tweestrijd tussen is het nou wel of niet in strijd met de voedselproductie. Wij vinden van niet. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je het niet gaat maken en gaat produceren op plekken waar voedsel wordt verbouwd. Dus daar kun je andere plekken voor aanwijzen. En daar zijn de eerste generatie biobrandstoffen, die had daar vooral veel last van. Nu de tweede generatie, daar gaat men heel duidelijk kijken van nou, waar kunnen we het verbouwen, waar kunnen we mensen zelfs ermee helpen. Echt alle randzaken spelen een hele grote rol. En wat zijn dat? En nou ja, van het oogsten van het product tot het transport van de ene locatie naar de andere. En daardoor blijkt uit heel veel onderzoeken dat heel veel biobrandstoffen zelfs schadelijker zijn voor het milieu dan niet-biobrandstof. Zoals men in Zweden zegt, waar het allemaal begonnen is, daar roepen ze heel duidelijk: als je niks doet, dan weet je zeker dat er niks verandert. Beter iets doen en dan halverwege zeggen, oké, we gaan iets meer naar links of iets meer naar rechts. Als niks doen en blijven zitten en wachten tot de olie op is. En dan mochten we geloof ik een ritje maken in een van de auto's. Absoluut. Kan jij hem even voor mij starten? Dat kan ik. Dan ga ik aan de uitlaat ruiken. Nee, het ruikt echt niet vies. Ik denk dat je dit bij een andere auto niet moet doen. Er is gewoon heel erg geen verschil in rijden. Aan de auto merk je niks, wat er ook in zit. Wat je ook hebt getankt. Wat doet het Rotterdam Climate Initiative precies? Er wordt heel veel CO2 uitgestoten. Nou, dat moet minder. Dat weten we allemaal. Dus we kunnen twee dingen doen. We kunnen wachten op alle internationale verdragen, want dat moet allemaal internationaal geregeld worden. Je kunt ook zeggen, laten we gewoon beginnen. En nou, hierachter zie je eigenlijk allerlei auto's staan. En dat is ook het doel van de bijeenkomst van vandaag. Dat we laten zien wat de auto van de toekomst is. En de auto van de toekomst zal dus niet meer op benzine rijden. Want hoe we het ook wenden of keren, het raakt een keer op. Het is erg belangrijk dat we die hele ontwikkeling op gang krijgen. Dus meer pompen krijgen, meer mensen
snellere ontwikkeling van tweede generatie, goede certificering, goede afspraken maken met derde wereldlanden. Dat zijn de punten die nu ook op de agenda staan. Ik hoop gewoon dat er op een gegeven moment iemand opstaat met een geniaal idee. En die gewoon dé oplossing heeft voor schoon rijden. En dat iedereen in Afrika ook nog genoeg te eten heeft over de hele wereld. En dat we allemaal schoon kunnen rijden. Maar ik denk dat we nog niet zo ver zijn. Dat wordt nog even wachten, hè? Nog even afwachten. Tot over 15 jaar. Oeh.